ben Esther Dieker. Ik ben omgevingsmanager bij de POV Waddenzeedijken. En dat houdt in dat ik het contact hou met de omgeving. Dus ik leg buiten uit wat we binnen bedenken en ik zorg dat de ideeën van buiten binnen worden meegenomen. Wat bijzonder is aan deze POV is dat we bestuurlijk gedragen oplossingen opleveren. Daar werken we naartoe met z'n allen. En dat betekent dat we heel nauw samenwerken met de stakeholders in het Waddengebied. Het Waddengebied is een prachtig gebied, werelderfgoed, Natura 2000 gebied. En daar zitten heel veel verschillende belangen op die rand van het Wad. Dus waar de dijk het Wad raakt. En daar proberen we met 12 innovatieve dijkconcepten samen met de mensen in het gebied te kijken wat is hier nou haalbaar en wat is hier nou wenselijk. Dus we hebben contacten met de Waddenvereniging, met het Frieske Gate, Groningen Landschap, met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Programma naar Rijke Waddenzee, verschillende gemeenten, de beide provincies. En zo proberen we samen tot gedragen oplossingen te komen. Een omgevingsmanager is een vak van de toekomst. Een omgevingsmanager is het vak van nu en zeker het vak van de toekomst. Je moet altijd blijven meegaan met je tijd. We hebben de komende 50 jaar nog heel wat werk te verzetten in Nederland. Alleen al op het gebied van waterveiligheid. Dus wij blijven zeker nodig als omgevingsmanagers. En ik denk in de participatiesamenleving dat we ook daar een grote rol kunnen spelen om te helpen dat de technische mensen in contact komen met hun omgeving en andersom. Dat we elkaar begrijpen. Er zijn zeker meer omgevingsmanagers dan 10 jaar geleden, omdat het belangrijker wordt dat je de omgeving goed meeneemt. Nederland raakt steeds voller en de mensen raken steeds mondiger. Dus we gaan steeds meer kijken hoe we dijken meer kunnen gebruiken dan alleen voor de waterveiligheid. Ik ben nu 1,5 jaar geleden voor mijn werk hier naar het noorden gekomen. We staan in Delfzijl. Ik was van mijn leven nog nooit in Delfzijl geweest en het is eigenlijk een prachtige plek. Ik werk nu aan de zeedijk. Dat is iets heel anders dan een rivierdijk. En het heeft wel wat. Er is altijd een windje en het is heel open en heel leeg gebied. Er spelen andere belangen. En het is eigenlijk een heel mooi gebied van Nederland ook, wat ik niet kende. En mijn werk heeft me hier gebracht. En dat vind ik wel het leuke aan mijn werk, dat ik steeds op nieuwe plekken kom. Nou, omgevingsmanager is natuurlijk het mooiste beroep wat er bestaat. Je mag meebouwen aan Nederland en daarnaast mag ik voor mijn werk praten met mensen en horen wat zij te vertellen hebben. En daar, ja, dat vind ik gewoon heel erg mooi.